Deze man werd weggezet als een meesterinbreker. Niemand had grip op hem. Zoveel inbraken in zo'n klein gebiedje, ja, dat is gewoon afschuwelijk. Hoe kan het dat wij deze persoon niet in beeld hebben? Hoe kan het dat wij er niet achter kunnen komen wie deze inbraken pleegt? Het is ook bijna onverteerbaar als je bij de politie werkt als rechercheur, dat iemand dit lukt zonder dat wij daar vat op krijgen. Dat hadden we nog nooit eerder meegemaakt. Ja, iemand die tientallen keren inbreekt, die bijna geen sporen maakt, die heel veel slachtoffers maakt, een grote buit wegneemt, die wil je pakken. Onderzoek eerder. De meesterinbreker. Ja, mooi onderzoek geweest. In het voorjaar van 2015 zagen we dat er heel veel woninginbraken waren in de kleine dorpen die gelegen zijn aan de N65. Dat is de weg tussen Tilburg en Den Bosch. Rond de klok van een uur of 11 s'avonds komt mijn dochter thuis. En die ziet van, hé, daar is iets hier niet pluis. Zagen we dat het een ravage was. Dus ja, we hadden bezoek gehad. Alle lades uit de kasten getrokken. En hij was duidelijk op zoek naar sieraden of geld of iets dergelijks. Hij is boven binnengekomen en we vermoeden dat hij gestoord is door mijn dochter. Want we hebben gezien, althans aan de voetsporen op de vensterbank, dat hij via de keukenraam is verdwenen. Wat was er gestolen? Enkele sieraden, met name onze vriendschapsring. Met aan de binnenkant een scriptie van de naam van mij en van mevrouw. Margree en van mij, Albert. Was u gehecht aan die ringen? Ja. Daar waren we aan gehecht, want dat waren uiteindelijk onze vriendschapsringen. Het voortraject voordat we gingen huwen. Ja. Was een oorschot volgens mij. Ja. Geen spoor, ja. Sporen weggemaakt. Sporen weggemaakt, alleen een schoenspoor buiten hadden we. In diezelfde tijd attendeerde de sporencoördinator ons op een voetspoor, op een schoenspoor, wat gevonden was bij een aantal woninginbraken in diezelfde periode op diezelfde locaties. En dat was het schoenspoor zigzag rond. Nou, daar zijn we op gaan zoeken. En toen bleken er meerdere woninginbraken te zijn waarbij dit schoenspoor voorkwam. En uiteindelijk waren dat 52 woninginbraken. Het waren allemaal kleine dorpjes. Het was niet één inbraak in de kleine dorpen. Het waren gewoon op één avond 3 of 4. Het was gewoon een hele grote impact onder de mensen. En je ziet dat mensen ook met elkaar spreken. En ze kennen iemand waar ook is ingebroken. En uiteindelijk zie je dat het gewoon de veiligheidsgevoelens van mensen aantast. Mensen zijn zo angstig geworden. Ze zeggen, ja, hoe kan het toch? Het is mijn woning. En dat andere mensen vreemden er binnen zijn geweest. En die van mij spullen hebben gestolen. En dan zeggen de mensen ook, van, ja, het is niet alleen de goederen die weggehaald zijn, maar ook het vertrouwen is weggehaald. Thank you.
speelde zich af in de driehoek Eindhoven-Tilburg-Den Bosch. Dus dan moet je denken aan plaatsen als Oorschot, Berkel-Enschot, Udehout, Helvoort, Haren. En dan zeg maar, maar ook Sint-Michielsgestel, Bokstel, Schijndel. En dan zo Vlijmen, wat hebben we daar? Drunen, Heusden. En dan tot aan Kaatsheuvel, Dongen, Maden. Den Bosch, Tilburg. Ja. Eindhoven. En eigenlijk alles wat daartussen zit. Ja. Woningen werden vooral overhoop gehaald. Kledingkasten, zelfs tussen de kleding. De kleding werd volledig uit de kasten getrokken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Laadjes werden gewoon op z'n kop gekeerd. De woning lag eigenlijk helemaal overhoop. Het ging eigenlijk altijd om woningen die alleenstaand waren of twee onder een kap. Het was ook eigenlijk altijd in de avonturen. Wij vermoeden dat hij dan heel goed kon zien van nou, als de lichten uit zijn, dan is er niemand, dan kan ik naar binnen. En een heel bijzonder iets was het besmeuren met bijvoorbeeld scheerschuim. En het besmeuren met wasverzachter, lotion, maar ook potgrond en zand. En we denken dat hij daarmee sporen wilde vernietigen of uitwissen. Want als ik een DNA-spoor achterlaat en ik spuit er daarna body lotion of jif overheen, dan is dat spoor niet meer te vinden. Dan is dat heel moeilijk te vinden, ja. Ik had nog nooit meegemaakt dat we gewoon geen idee hadden wie hierachter zat. Toen is volgens mij forensische opsporing begonnen met alle inbraken te bundelen. En toen bleek dus eigenlijk dat de daders niet op één paar schoenen inbraken, maar dat ze eigenlijk wisselden ook van schoenen. En welke schoen was dat? Dat was een Gucci-schoen. Daar hebben we toen al heel lang naar gezocht. Voordat we wisten dat het voordat Gucci we wisten was. Dat het een Gucci was. Ja. En uiteindelijk komen we dan in het voorjaar van 2015 tot de conclusie dat we te maken hebben met mogelijk één of meerdere verdachten, maar wel eenzelfde groepje, waarin we vijf schoensporen kunnen identificeren. Zichtse grond, Gucci, we hadden Puma's, we hadden Gato Nikes en we hadden een profiel met een golfje erin. Wat denk je dan? Op zo'n moment denk je van ja, hier moet iets gebeuren en dit moet stoppen. Hoe kan het nou dat deze persoon zo lang onder de radar blijft? Dat wij hem gewoon niet te pakken krijgen. Dat wij niet weten waar we het moeten zoeken. Hij is één keer is die gezien. Hij reed toen met een kruiwagen een kluis weg. Maar op het moment dat hij door had dat hij ontdekt was, liet hij zonder pardon de kluis en de kruiwagen achter en nam een sprint en was gelijk weg. ~1,80 meter ongeveer was hij lang, atletisch gebouwd en sterke gast. Zwarte muts met die zwit erin, een jonge vent, ongeveer 20 jaar oud, slank, ja. Atletisch zoals hij over de heg sprong. Eigenlijk was het element zo sumier dat dat op zo'n grote groep mensen van toepassing is, dat we er eigenlijk niet veel mee konden. In de zin van opsporing helemaal niet. We hadden toen zoveel zaken, ik denk wel 150. Wij zijn ze toen in kaart gaan brengen, hebben we het op laten schrijven en hebben de sporen erbij gezet. Ja, er waren er echt heel veel. Forensische opsporing heeft het toen gedaan. Ja, hè? Toen bleek het veel meer te zijn dan we dachten. En toen waren we nog maar in
Ja, dit was tot en met december 2015. Er waren inbraken waar hij 1000 euro aan geld meenam. Er waren inbraken met 1000 euro's aan sieraden weg. We hadden zelfs een inbraak waarvoor 75.000 euro aan geld en sieraden weg was. Hij heeft er zelf tonnen aan overgehouden, maar het werkelijke schadebedrag voor de mensen loopt misschien wel naar 1 miljoen. Ook als je weet dat eigenlijk wij alle zaken niet in beeld krijgen. Hadden jullie toen het idee, we jagen op een schim? Ja, een schim. We hadden gewoon helemaal niemand. Hij leek wel onzichtbaar. Je gaat ervan uit, iemand maakt altijd wel een keer een fout. Maar hij maakte maar geen fouten. En hij was al lang bezig en hij maakte maar geen fouten. Eigenlijk pakte hij alleen maar spullen die geld waard waren, die hij makkelijk van de hand kon doen, maar waarmee je geen enkel risico liep op identificatie. Dus hij nam nooit telefoons mee. Want wat zou je met een telefoon kunnen? Ja, een telefoon heeft een specifieke code en daarmee kun je een telefoon opsporen. Wie is zo goed dat hij dit eigenlijk gewoon voor elkaar krijgt? Toen viel op een gegeven moment op dat er eigenlijk periodes waren waarin de dader niet actief was. En dat was in zowel 2015 als in 2014 het geval. Toen hebben we bij de gevangenissen alles opgevraagd, de gegevens opgevraagd, wie dat er in allebei de jaren mogelijk in die maand, in die periode vastgezeten had. Oh, dat was een monnikenwerk. En was daar iemand? Nee, niemand. Van verschillende woninginbraken op verschillende plaatsen hebben we mastmetingen gedaan. De woning valt dan in een bepaald gebied en dan kun je meten op welke mast mobiele telefoons aanstralen in dat gebied. En bij één nummer waren we echt overtuigd van, nou, dit zou hem heel goed kunnen zijn. Waarom? Ja, als iemand op van de 7 plaatsen die we op hebben gevraagd, kwam die op 3 plaatsen terug. Het was hem niet. Nee, een tegelzetter. Het was een tegelzetter die s'avonds aan bijklussen was op een paar adressen. Ja. En dat kon hem absoluut niet zijn. Nee. Bij het lezen van alle meldingen in het systeem ontdekte iemand een melding van 2 jongens die waren gecontroleerd in de auto. Hier, rij- en kentekenbewijs hebben. En die zeiden, wij brengen hier de kranten rond. In het buitengebied, in het gebied waarin wij de woning in Braken hadden. Heb jij er ook in? Toen wij laten controleren, zijn die jongens inderdaad krantenbezorger. Bleek inderdaad dat ze krantenbezorger waren, alleen niet in het gebied waar ze toen werden gecontroleerd. Het waren eigenlijk 2, 3 jongens, waarvan er 1 een behoorlijk aantal antecedenten had, ook op het gebied van woninginbraken. En die ook wel pasten in het element, heel duidelijk pasten in het element wat de ene getuige eigenlijk had gezien. Daarvoor hebben ze ook gevolgd. We hebben ook gekeken wat verder hun activiteiten waren. En dan zagen we toch ook wel hele opvallende dingen. Opvallend rijgedrag, zoals we dat noemen. 2 keer de rotonde rondrijden. Dus we hadden ook echt wel redenen om aan te nemen dat ze in ieder geval met dingen bezig waren die niet zuiver waren. We zijn eigenlijk een onderzoek gestart op die jongens. Daar hebben ze ook een tijd geobserveerd. En wat zien wij? Een Gucci-schoen. Ja,
Ja, en toen dachten we, nu hebben we ze. We zijn er. Ja. We konden een paar keer vaststellen dat ze echt ergens anders waren, terwijl wij zeker wisten dat onze dader een inbraak had gepleegd. Dus op die manier kun je ook vaststellen dat iemand zeker niet de persoon is waar wij naar op zoek waren. Het was een hele grote tegenval, want we waren echt blij dat we een doorbraak hadden. Ja. Tot aan de kerst hadden we toch allemaal inbraken. En na de kerst zagen we plots dat alle inbraken gestopt waren. We hadden gewoon nul inbraken. We wisten niet waarom het stil was. Het was gewoon helemaal rustig. Wat kunnen we nu nog doen? En de conclusie was eigenlijk van, nou, we gaan nog één keer alles doorlezen. Elke verdachte situatie. En vinden we niks, dan moeten we stoppen. Het onderzoek stond echt op het punt van doodbloeden. Deed dat pijn? Nou, dat is behoorlijk frustrerend. Ja. Toen hebben we besloten, we kijken nog één keer in het systeem. Hebben we nog ergens iets gemist? Een laatste poging. Een laatste poging. Dan vinden we een melding van een oud politieman. Die meldt dat er een auto stond geparkeerd voor zijn woning in de bocht tussen een paar bomen, daar waar eigenlijk geen auto past of niet kan staan, terwijl er in die avond, in de vroege avond, bij een aantal woningen was ingebroken. Het is een klein dorp en eigenlijk was het voor hem ook een onbekende auto en die stond op een plaats geparkeerd waar hij normaal nooit een auto zag staan. Dat was voor hem een trigger om dat toch vreemd te vinden. Bij thuiskomst had hij het nummer opgeschreven en na een paar dagen heeft hij ook bedacht, ik bel daar toch de politie over. Dan gaan we altijd eerst kijken van wie is de auto. En de auto bleek op naam te zijn van een autoverhuurbedrijf. Dat autoverhuurbedrijf was weer van een Ibrahim S. Brahim. Wat doet Brahim? En toen bleek het eigenlijk een goed opgeleide, talentvolle jonge man te zijn. Eigenlijk met een hele sportieve achtergrond. Het was gewoon een hele atletische, eigenlijk een normale jongen. Op dat moment was Brahim nog geen verdachte voor ons. We wisten alleen dat een van zijn auto's mogelijk betrokken zou zijn bij woninginbraken. We hebben de ARS-gegevens opgevraagd van de auto. Daar zijn camera's die zijn langs de weg gelegen. We zien op de ARS-gegevens dat de auto in de omgeving komt van woninginbraken. En we zien dat niet één keer, we zien dat gewoon meerdere keren. En eigenlijk voor de hele maand december 2015 zien we dat die auto in beeld komt bij woninginbraken. Nou, dat was eigenlijk zo opvallend dat het op een gegeven moment geen toeval meer kon zijn. Die kans werd wel heel erg klein. Wat we toen hebben gedaan is het telefoonnummer van Brahim S. opgezocht. We zagen toen eigenlijk dat de telefoon heel vaak meereisde met de Peugeot. Maar net als hij buiten zijn woonplaats Tilburg kwam, ging de telefoon vaak uit. Zodat we eigenlijk ook op die manier hem niet zouden kunnen traceren. Is dat niet gewoon genoeg reden om hem op te gaan pakken, om hem te arresteren? Nee, het geeft je namelijk geen bewijs dat hij de woninginbraak heeft gepleegd. Want we konden hem niet brengen bij de woninginbraken. Wat heeft hij gedaan in de periode in januari? Waarom breekt hij niet in als hij het is? En wat dan opviel is dat zijn telefoon op de avond van de allerlaatste inbraak die we hadden op de zendmast kwam, vlakbij het ziekenhuis in Tilburg. Mogelijk heeft hij een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Dus dat was voor ons wel een trigger om eens te gaan kijken, wat is er dan gebeurd op die laatste avond daar? We kwamen vervolgens bij één woning uit waar eigenlijk waar het bij een poging was gebleven. Er waren bij verschillende ramen waren braaksporen,
maar er was niet binnengekomen. De deurbel, dat was eigenlijk een klassieke klingelbel, waar een klepel die je met de hand moest bellen, was afgebroken. En die hing eigenlijk slap naast de deur. Het vermoeden bij ons is dat hij heeft geprobeerd via de bel op een soort van balkon te komen om daar in te breken. Wij denken dat de verdachte daar naar beneden gevallen is. En daar zich dusdanig heeft verwond, waarbij hij zich onder behandeling van het ziekenhuis heeft moeten laten stellen. Begin februari lazen we ook een mutatie. Oh, mag ik er een kentekenwijs even zien? Er was een controle van een van zijn auto's, waarin hij toevallig zelf op dat moment als passagier zat. Waarbij op was gevallen dat hij op krukken liep. En toen zei hij dat hij zijn knie gebroken had. En dat klopte eigenlijk naadloos met de analyse die mij gemaakt hadden van de situatie die plaatsen ligt in Haren. Later in het onderzoek kwamen we er eigenlijk ook achter dat hij een fervent casinobezoeker was. Wat viel er nog meer op aan dat gokgedrag? Dat het niet altijd, maar heel vaak na inbraken te doen was. Als hij kennelijk iets te vieren had, of als er een bepaalde, als hij veel geld had, dan volgde er heel vaak een casinobezoek. Toen waren wij ervan overtuigd dat we wisten wie het was. Het kon niet anders zijn dat Brahim onze dader was. Alleen, als we heel eerlijk gingen kijken van hoe kunnen we bewijzen dat hij op al die plaatsen een delict is geweest en dat hij al die feiten gepleegd heeft. En dat ging met deze informatie nog lang niet lukken. We volgden hem verder in het systeem en wat zagen we? Een van zijn verhuurauto's was uitgebrand. En dat was voor ons de kans om hem uit te nodigen aan het bureau. En hebben we afgesproken met de politieeenheid van de plaats waar zijn auto was uitgebrand, om hem uit te nodigen op het bureau. En we hebben gevraagd of ze heimelijk foto's van zijn schoenen wilden maken. En dat is ook gebeurd. Ze zijn er foto's van gemaakt. Onder de tafel? Onder de tafel. Ja. Had hij dat in de gaten? Nee. Nee, had hij niks in de gaten. Hij droeg niet de schoenen die wij in beeld hadden voor de woninginbraken. We zijn ook bij nagegaan over welke voertuigen Brahim kon beschikken. En er waren er nogal een paar. De auto's die hij zelf op naam had, voor zijn verhuurbedrijf deels. Maar hij gebruikte ook auto's van vrienden, van zijn vriendin. Hij had ook de Renault Twingo van zijn ouders, had hij ook geregeld bij zich. En hebben we het observatieteam op hem laten rijden een keer. Om te kijken, wat doet hij nu zo door de dag? En we zagen ook dat hij niet de Gucci's droeg die wij verwachten, maar dat hij op een gegeven moment Valentino's droeg. Ook een, ja, voor de liefhebbers, ook een mooie merkschoen, maar wel met een heel afwijkend profiel dan wat wij zagen. Op een gegeven moment kregen we van forense opsporing door dat er bij een inbraak een Valentino-schoen spoor was aangetroffen. En dat deed bij ons alle alarmbellen rinkelen, want is hij weer aan het werk? Is Brahim weer actief geworden? Hij was weer terug. Toen we alles weer gingen lezen, waren er meer zaken die opvielen. Er was één verklaring die heel erg typisch was toen we die gingen lezen. Het was mei 2016. Met mijn ouders waren we naar een tuincentrum geweest. En toen zagen we in één keer een inbreker in de tuin. Hij zag ons, dus hij keek ons eerst even verward aan. Ja, vervolgens zette hij het op een rennen. En toen rende hij naar de achterkant van de tuin en sprong hij over de muur heen. Er was van alles gestolen, waaronder de sieraden van mijn moeder.
Ook horloges van mijn vader en van mijn moeder. Serviesgoed. Ja, heel het huis was overhoop. Ik woon niet meer in dat huis, maar zelfs ik dacht van, hoe kan iemand dat nou doen? Ja, in hemelsnaam, ga alsjeblieft werken voor geld. En ga iemand zijn leven niet zo overhoop gooien. En toen wisten we het zeker. Brahim, we zitten goed. Brahim is weer actief. Ja. Brahim is weer aan het werk. We zouden hem kunnen aanhouden als de officier van justitie daar toestemming voor geeft. Alleen vinden we geen schoenen, vinden we geen werktuigen, dan zouden wij met lege handen achterblijven. Want op basis van alles wat we wisten, is het echt onvoldoende voor een veroordeling. De bewijsnorm ligt best wel hoog in Nederland. En dat is goed, maar dat maakt het ons wel eens lastig. Inmiddels hadden we ook een tap op zijn telefoon lopen. En dan uit die tap blijkt dat hij een dure Mercedes gaat kopen. Een Mercedes AMG van 26.000 euro. En dan in één keer is het weer stil. En wordt er weer niet meer ingebroken. Het was Ramadan. En Ramadan is toch een sociaal feest. En ik denk niet dat hij het risico wou lopen dat hij schitterde door afwezigheid in de vroege avonduren. Dat iedereen zou gaan vragen, waar is Brahim? Iedere periode in 2014 en in 2015 en nu ook in 2016 dat het stil is, die maand, is het Ramadan. Toen hij terugkwam van vakantie, wisten we op een gegeven moment welke auto hij gebruikte. Dat was de Renault Twingo. Toen hadden we zoiets van, dit is onze kans. Toen hebben we de Renault Twingo voorzien van een baken, een pijlbaken, dat we hem altijd konden volgen. En hadden we afgesproken, als Brahim met zijn auto buiten Tilburg gaat rijden, gaan we hem volgen. En als hij inbreekt, houden we hem gelijk aan op heterdaad. De collega's van het observatieteam zijn hem gevolgd tot Oorschot. Alleen daar op een gegeven moment hebben ze ook gezien dat hij zijn auto geparkeerd had. En op een gegeven moment zagen ze dat hij weer terug kwam rennen. In één keer zien ze onder zijn auto kijken, in zijn auto stappen en hij rijdt recht naar huis. En later op de avond komt er een melding van een woninginbraak. En wat blijkt, Brahim is daar op de vlucht geslagen. Dus we hadden weer niets. De tweede avond dat hij wegging, 13 september 2016, het observatieteam is er achteraan gereden. Die zijn me eigenlijk onopvallend tot in de wijk kunnen brengen. Ze zagen hem uitstappen en de wijk in lopen. En daar horen ze dat er iets wordt opengebroken. Dus ze horen hem inbreken. Alleen, ze weten niet waar hij zit. Hij is aan het inbreken. Dan zien ze hem weer terugkomen. Ze zien hem zijn rugzak in de auto leggen en hem in zijn auto stappen. En ze zien dat hij wegrijdt. Het observatieteam rijdt erachteraan, de arrestatieeenheid rijdt erachteraan en de hele trein rijdt terug richting zijn woning. Ze hebben hem eigenlijk helemaal klem gereden als het ware. En we hadden ze al gewaarschuwd van, let op jongens, want het is een snelle, fitte jongen. Die gaat ze geven hem geen kans, want hij is weg. En ook toen probeerde hij nog te vluchten. Ja. Maar ze hadden hem. Ze hadden hem. Ja, we hebben hem. Volgens mij heb ik niet die hele dag met een big smile gelopen, maar heb ik die hele week met een big smile gelopen van oké, dit is die dus. En dan vinden ze horloges, ringen, munten, vreemde valuta. Echt een inbrekersbuit vinden ze. Het
Dat was een heel mooi moment. Vooral ook toen we later zagen welke schoenen hij aan had. Dat was precies het paar schoenen waar we naar op zoek waren. Dat waren de Gucci's. Uit later onderzoek is gebleken dat deze Gucci's, dat we die bij meerdere woninginbraken konden brengen. Daar waren we heel blij mee. Ja, dat was een belangrijke schoen. Dat was echt een belangrijke in het hele onderzoek. Wat ik er vooral nog van weet is dat ik na zijn aanhouding bij een van de aangevers ben gekomen. Een man die zijn vrouw had verloren. En hij zei tegen mij, ja, de ring van mijn overleden vrouw is weg. En daarin staat gegraveerd de naam van onze overleden zoon. En als er zoiets waardevols van je dan ook nog weg is genomen, dan raakt jou dat zo erg. En dat zag ik aan die man. Die werd daar heel emotioneel van. En de dagen erop hebben we gelijk contact gelegd met de officier van justitie of die ring zo snel mogelijk terug kon naar die aangever. Binnen een paar dagen was hij terug. We hebben het meteen doorgepakt en hebben we huiszoekingen gedaan bij zijn ouders. En naast de kast op de slaapkamer van de ouders, daar zag ik in eerste instantie een Big Shopper staan. De tas bleken uiteindelijk ongeveer 1500 stuks aan sieraden te zitten. We zijn daar een behoorlijke tijd mee bezig geweest om dat uit te zoeken ook. Ik had nog niet eerder meegemaakt dat we zoveel goederen in beslag genomen hebben op een bepaalde locatie. Zoveel spullen, maar zelfs spullen uit 2012. Die in 2012 bij een woninginbraak waren weggenomen, die vonden we terug op de kamer van Brahim. Tevens vinden we ook in zijn woning een aantal paren schoenen. En ook schoenen zoals de Puma, de Valentino. We vinden daar meerdere schoenen waarvan wij ook wisten dat we die in beeld hadden bij de woninginbraken. Toen hij werd aangehouden, vonden we zijn rugzak met het gereedschap. Daar zat ook een breekijzer in. We zijn het breekijzer gaan vergelijken met de werktuigsporen die we hadden. In die sporen zie je krassen, beschadigingen, die je ook terug zou moeten zien in het breekvoorwerp. Dus die worden onder de microscoop met elkaar vergeleken. Ja, en als het een match is, dan zie je die kraslijnen in elkaar doorlopen. Wat bewijst dat? Dat in ieder geval dat specifieke breekvoorwerp bij die woninginbraak is gebruikt. Het was voor ons onderzoek om de hele serie te bewijzen, was het cruciaal. Zonder die schoenen en zonder de gereedschappen hadden we eigenlijk alleen maar de heterdaadsituatie kunnen bewijzen waarvoor we hem hadden aangehouden. En hadden we nooit kunnen bewijzen dat hij ook verantwoordelijk was voor al die andere inbraken. Toen gingen we met Brahim in het verhoor. Hij heeft nooit iets gezegd. Nee. Het hele onderzoek niet. Je zag wel dat hij gespannen was. Je ziet aan iemands uitdrukking wel dat het iets met hem doet. Maar op de vragen die wij stelden, maakte hij altijd gebruik van zijn zwijgrecht. Wat zei Brahim S. dan? Zwijgrecht. Meer niet? Nee, zwijgrecht. Op elke vraag? Elke vraag. We hebben ons gedurende het onderzoek vaak afgevraagd. En ook toen we hem hadden, waarom breekt hij nu in? Hij had een goede baan, hij had een goede toekomst, maar hij wilde meer. Hij wilde dure auto's, dure kleding, dure schoenen, een luxe leventje. Hij meette zichzelf eigenlijk een leven aan wat hij niet kon betalen. Hij zocht vooral de kleine dorpen op vroeg in de avond, zodat hij een mooie straatbeeld op kon gaan. Hij brak een raam open, haalde het hele huis overhoop. We smeerden de plekken waarvan hij dacht dat hij iets had achtergelaten aan DNA of aan andere sporen. En zorgde dat hij weer ongezien weer de plaats van de inbraak verliet zonder dat hij opviel. En dat heeft hij honderden keren gedaan zonder één spoor achter te laten. Ja. MUZIEK
We hebben de sterkste zaken voor de rechter gebracht, waarvan wij zeker wisten of dachten te weten dat er voldoende bewijs voor was. En die 30 zaken hebben we aangebracht. De rechtbank die heeft hem veroordeeld voor 20 van die 30 zaken en een gevangenisstraf opgelegd van 7 jaar. In hoger beroep heeft verdachte zijn procespositie al enigszins gewijzigd. Hij is gaan praten, maar wel heel mondjesmaat. Het Hof heeft hem 6 jaar gevangenisstraf gegeven. En dan hebben ze met name meegewogen dat hij wel wat inzicht heeft gegeven, wel spijt heeft betuigd, de schade wil vergoeden. En zij zijn daarnaast uitgegaan van een basisstraf van 3 maanden per inbraak. We hadden zoveel sieraden gevonden bij de huiszoeking. We hebben ons eigenlijk afgevraagd, hoe gaan we dit doen? We hebben ervoor gekozen om ze eigenlijk allemaal te fotograferen en op een website te plaatsen van de Nederlandse politie. Samen met een collega ben ik met de sieraden die mensen dachten te herkennen en aangegeven hadden naar de mensen thuis geweest om ze in persoon de gelegenheid te geven om te kijken. Mensen worden vaak, als ze dingen terugdenken, te herkennen emotioneel. Ja, ik heb echt wel bij mensen aan tafel gezeten die volschoten. Want eindelijk is er maar een klein deel van de buit die we hebben teruggevonden. Het grootste gedeelte van de buit is weg. Ja, we hadden verlovingsringen van Margree en Albert. En die vonden we dus ook terug in die enorme hoeveelheid sieraden. Ja, dat is gewoon natuurlijk hartstikke leuk. Ja, raar. Hè? Hoe kan dat nou? En ja, toen zagen we aan de naam, aan de binnenkant, want daar hadden ze dus een macro-opname gemaakt. Toen zagen we de naam van mijn vrouw erin staan. En toen zeiden we, dat is onze ring. Absoluut. Hoe was dat? Ja, blij, opgelucht. Zeker. Mijn leven heeft het wel veranderd. Ik denk voortaan wel meer na over of de ramen dicht zijn, of de deuren op slot zijn. Zelfs al ben ik binnen, ik ben angstiger dan voorheen. Dat raak je nooit meer kwijt. Nee. Mooi onderzoek geweest. Ik ben trots op dit onderzoek. Mede omdat we met niets begonnen zijn. En hij pleegde zoveel inbraken dat het ons uiteindelijk toch gelukt is om hem te pakken. Ja. Uiteindelijk is dat waar we het voor doen, dat het gewoon stopt. Dat hij niet door kan gaan met waar hij mee bezig was. En dat hij eindelijk eens een keer verantwoordelijk moet gaan afleggen voor wat hij allemaal gedaan had bij al die mensen. Dat is uiteindelijk wel voor ons werk doen. Ik ben ook heel blij dat we niet opgegeven hebben en dat we gewoon continu er bovenop zijn blijven zitten. Ja, dan maakt het dat deze zaak maar altijd bij je zal blijven. Prachtig om te zien dat het gelukt is om deze meesterinbreker op deze manier aan te houden.